Mijn naam is Simon Beuter. Ik ben teamleider ondergronds. Dat betekent dat we hebben een behoorlijk wat aantal kraanwagens hier rondrijden die de ondergrondse containers legen. Ondergrondse containers zijn in de mid-jaren 90 geplaatst. Het is prachtig. Je kan namelijk je afval gescheiden inzamelen. Het is niet in zicht. Het is ook afsluitbaar. Alleen we lopen de laatste tijd wel veel tegen bijplaatsing aan. Bijplaatsingen is afval wat niet thuis hoort bij de ondergrondse container. Het wordt ernaast gezet, het past er ook niet in en het hoort er ook niet in. Bijplaatsingen is voornamelijk afval wat je kan inleveren bij de Milieustraat. Kijk naar meubels, verf en dat soort zaken. De gevolgen zijn dat je eigenlijk een onveilige situatie creëert. Want uiteindelijk is het best wel gewoon zwerfafval. Dat is gevaarlijk voor spelende kinderen en voor mensen die hun afval naar het drenkpark willen brengen. En het trekt ook ongedierte aan. Het ligt er net even aan wat voor afval het is. Vogels willen nog wel eens zakken openpikken. Het is niet prettig. De kraanwagen kan het niet meenemen omdat hij eigenlijk zo is uitgerust om ook alleen de containers te kunnen ledigen. Dus het feit, het is niet het afval wat hij inzamelt. Dus het is eigenlijk grof vuil. Dus hij moet het ook echt van de traanplaat afhalen. Het creëert vertraging en er zal echt een andere auto moeten komen om dat op te halen. De bewoners kunnen in ieder geval het juiste afval aanbieden en ook in de juiste container doen. Mocht de container vol zijn, dan kan je altijd kijken in de buurt voor een andere ondergrondse container. Maar het belangrijkste is, meld het. Er staat een telefoonnummer op en je kan het ook digitaal aanmelden. En dan zorgen wij dat deze zo snel mogelijk wordt geleverd. Ja, wat wij de bewoners in ieder geval kunnen adviseren, is om het grofvuil of de bijplaatsingen die ze eventueel hebben, om die naar de Milieustraat te brengen. Daar hebben we genoeg mogelijkheden om het toch nog op een goede manier te kunnen scheiden en te kunnen inzamelen. Het goed inzamelen van afval zorgt ervoor dat wij snel kunnen inzamelen, efficiënt kunnen inzamelen en ervoor kunnen zorgen dat hetgeen optimaal kan worden hergebruikt.